Je hebt zoiets van Daag die zijn feestje aan het vieren, waar mag het betalen? Terwijl op 24 en 25 maart regeringsleiders af en aanrijden, moeten de brugrestaurants en de bedrijven aan de oostkant van de A4 dicht. En niet alleen dan. De afsluiting begint al een dag eerder. En dat betekent een fikse schadepost voor de ondernemers. Ja, alsjeblieft, eet smakelijk. Ze zeggen dat we zo gemiddeld 4.000 euro per dag omzetten. Dus dat is dan 12.000 euro omzet die je misloopt. En wij hebben hier ook personeel lopen, die willen ook gewoon betaald worden. Je hebt bederfelijk waren, we moeten huur betalen, we hebben gas, licht. Ja, en ik vraag me af wie dat gaat betalen. Gelukkig bleek tijdens een bijeenkomst dat de ondernemers worden gecompenseerd. Probleem opgelost zou je zeggen. Niet dus. Want om in aanmerking te komen voor de schadevergoeding moet je aan kunnen tonen minimaal 15% van je jaaromzet mis te lopen. 3 dagen tijd gaan wij geen 15% omzet halen. Dat gaat niet lukken. Je wordt gewoon gepakt. En wat nou als het zo blijft? Wat gaat u dan doen? Ik denk dat het gewoon open gaat. En dat zal wel nu goed komen. Dus dan pakken ze me op, denken we zo. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Moet toch wat, hè? Maar zover gaat u. U bent gewoon bereid om het risico te nemen, gearresteerd te worden. U gaat gewoon open. Ja, dat maakt niet uit. Dat geeft er niks. Ja, je moet toch je eten zien te verdienen. In een reactie laat het ministerie van Veiligheid en Justitie weten niet in te willen gaan op de compensatieregeling. Wel geeft de woordvoerder aan één op één in gesprek te gaan met de ondernemers.